Goedemiddag, mijn naam is Duco Kanij en ik ben de grondlegger van de methode Kanij en Body Mind Connection. Ik heb vandaag een hele bijzondere gast. Een man die ik heb leren kennen als een grappig, leuk, warm, maar ook zeer, zeer talentvol persoon. Matthijs Vriezen, chef-kok. Als ik het zeg mag, ook een beetje patiënt van mij, want hij komt ook bij mij in de praktijk. Ja, klopt. En ook een ontzettend leuk mens. Maar Matthijs is niet zomaar chef-kok geworden en zeker niet op het niveau waar die nu zit. En ook zeker niet dat even lekker makkelijk zo ging. Zijn gerechten zijn soms even lekker makkelijk, maar hij heeft daar een weg voor af moeten leggen. Die had ook wat hobbels, denk ik. Toch? De brand is wat aan af en toe. Dat weet ik niet. Toch? Ja, inderdaad. Ja, toch? Matthijs gaat ons daar het een en ander over vertellen. Ik vind dat onwijs leuk om te doen, om te horen van hem hoe hij eigenlijk zo succesvol geworden is en hoe hij het heeft weten te bereiken en neer te zetten zoals hij dat wilde, zoals het bij hem past. Want dat stukje is natuurlijk ook ontzettend belangrijk. Het past bij jou toch, Matthijs? Absoluut. Wat een mooie introductie, dankjewel. Heel graag gedaan, dat is de waarheid. Dus leuk dat ik hier mag zijn. Ja. Kun je het vertellen aan de mensen hoe jij Matthijs Vriezen bent geworden die je nu bent? Nou, als kind hield ik altijd al van lekker eten. Ik ben altijd al een lekker bek geweest. Zover ik me als kan herinneren, was ik altijd wel met eten bezig. En het begon dan op verjaardagen, dat ik graag de hapjes wilde maken voor de familie en dat we dan wilden uitdelen. Nou, dat vond ik allemaal helemaal leuk. Alleen ik merkte gewoon wel dat ik als kind niet helemaal lekker in mijn vel zat. En dat uitte zich in overmatig eten, ongezond eten. Want dat was eigenlijk een soort van troost voor. Je hoort het wel vaker van mensen. Dus ik was op een gegeven moment een jaar of 20 of zo, 21, dat ik op de weegschaal stond. En dan was ik eigenlijk 30 kilo te zwaar. Een kilo of 30 zwaarder dan dat ik nu ben. En dat was pittig. En dat zag ik ook wel in de spiegel. Van ja, dit is niet fijn. Weet je. Het spiegelbeeld vertelt je dat je niet lekker in je vel zit. Maar dat ook je energieniveau niet lekker is. En je hart en hoofd, ja, het rijmt niet. Je wil het anders, je wil het veranderen. Dus misschien is het ook wel zo door juist dat mee te maken, dat er dan echt een belletje gaat rinkelen van oké, het moet anders en het kan anders. Dat je dan gaat ontdekken hoe dat anders kan. Ja. En je praat 21, hè? Ja. Je was 41. Ja, daarom. Ja. Je was toen opgeleid al tot kok? Ja, vanaf mijn 16e heb ik koksopleiding gevolgd tot mijn 20ste, 22ste. Ja, en toen dacht je oké, ik ga het veranderen. En toen ben je zelf aan de slag gegaan. Ja, helemaal zelf. Ja. Zit er iets achter? Je zegt, ja, ik voel me niet lekker in mezelf. Die connectie in jezelf was niet helemaal. Dat was het dan al 21 jaar of zo. Of weet ik het, 15 jaar, al een tijdje lang. Ja. Toch? En is het dan een gebeurtenis geweest waarvan je zegt, dat is het? Of is dat gegroeid dat je zegt, ik moet het gaan veranderen? Want vaak hebben mensen een sleutelmomentje in hun leven, dat ze denken, dit gooit het roer om, dit maakt het anders. Heb jij dat ook gekend? Of? Ja, nou, het was op die 21ste verjaardag, het was echt op mijn verjaardag, ik stond op de weegschaal en ik schrok, want ik dacht van wow, weet je wel, ben ik nu, wat woog ik, zonder te liegen? Ik woog 120 kilo woog ik, ja, 115, 120, zoiets was het nou, ergens ertussenin. En toen dacht ik van ja, dit kan niet. En natuurlijk, kijk, in mijn jeugd is er veel gebeurd waarin ik toch het gevoel had van oké, dit is niet helemaal lekker. Enerzijds had ik mijn geaardheid. Ik wist al vrij jong dat ik toch eigenlijk misschien wel wat meer interesse in jongens had dan in meisjes. Ik denk dat dat toch wel onderbewust wat in je doet, omdat je toch niet echt erbij voelt horen of zo. He, dus je bent anders dan anders en dat is in je jeugd nooit zo heel erg prettig. Mijn ouders die zijn op een gegeven moment, die wilden gaan scheiden, die bleven toch bij elkaar. Uiteindelijk zijn ze toch gescheiden, dus dat is een jarenlang toch een beetje aan het sudderen geweest. En dat merkt wel dat je wel vormt en dat het iets met je doet, met je basis in het leven. Hè. Dus het vertrouwen, de rust, het comfort. Dus ja, weet je wel, het ligt eigenlijk altijd aan jezelf. Hè? Je moet altijd naar jezelf kijken, maar de omstandigheden waren misschien niet ideaal. Nee. En jij hebt dat positief opgepakt. Ja. Jij hebt gezegd, luister, je hebt natuurlijk eerst laten verslonzen. Ja. Anders had je geen 120, 115 kilo gewogen. Wake-up call.
Precies. Ja. En toen dacht je, dit is het. Ja. Ja, kijk, je kan ook de andere kant op slaan. Hè? Dat je dan op dat moment denkt van, nou joh, wat maakt het allemaal nog uit? Weet je wel, er zijn mensen die aan de drugs gaan of een andere verslaving creëren. En ik had zoiets van, ja, nee, ik wil juist van koers veranderen. En nu is het moment om dat te gaan doen. En ik heb het heel serieus aangepakt. Ik ben zelf op onderzoek uitgegaan. Want als kok weet je wel wat gezond is. Maar in de horeca is gezondheid stond toen, hè, dan praat je over meer dan 20 jaar terug, stond dat niet vooraan op het lijstje. Het ging om smaak. Dus roomboter, lekker veel slagroom door dingen heen. Het suiker, weet je wel, veel zout. Het maakte eigenlijk allemaal niet uit als het maar lekker smaakte. Dus ik moest echt transformeren van ongezond naar gezond. En dat heeft een aantal jaar geduurd. Stapje voor stapje dingen aangepast. En als je dan het resultaat gaat zien, dat je denkt van, hé, wacht eens even, die weegschaal die gaat juist nu naar beneden in plaats van omhoog. En die boeksknop krijg ik wel weer dicht in plaats van niet. En weet je wel, dat voelde wel, dat is wel een motivatie om door te gaan. Ja. En kon je dat in je werk al doorvoeren toen? Werd dat geaccepteerd dat je naar de gezonde kant ging in plaats van de lekkere kant, om zo te zeggen? Nee joh, mijn collega's in de keuken die hadden echt zoiets van, nou, wat is Matthijs nou weer aan het doen? Die zeggen het uithongen. Wanneer ga je weer normaal doen? Weet je wel? Dus dat, nee, als koks onderling was ik een hele rare. Want ik had echt hele strikte regels voor mezelf. Van oké, tussen de middag eet ik een salade. Ja, en mijn collega koks, die gooide een kroket in de frituur. Ja, ja, een grote contrast. Geweldig. Dus ik werd wel, ook toen valde ik weer buiten de boot, maar ik vond het niet erg. Ja, want dat is interessant, hè, want eigenlijk heb jij vanuit het buiten de boot vallen iets bijzonders gemaakt. Ja, dat is nu mijn kracht. Ja. Ja, en toen was het mijn zwakte. Ja. Ja. Je hebt hem om weten te draaien eigenlijk, hè? Ja, het is een beetje alsof je een verjaardag zit en je zegt, nee hoor, ik hoef geen biertje of ik hoef geen wijntje of wat dan ook. Ja. Dus je moet juist sterk zijn. Het getuigt van kracht. En ik merk dus dat ik juist door wat ik heb meegemaakt, dat ik krachtiger ben geworden. Ja. Ben je iemand die op het moment dat het moeilijk wordt, eerst terugvalt en daaruit omhoog vindt omdat de noodzaak komt? Of zeg je van, nee, ik ben nu daar, hè, zeg maar even 20, 21 jaar later, ik kan het gelijk oppikken. Ik kan het gelijk draaien en zeggen, luister, dit is niet de weg, dat is de weg. De verandering. Bedoel je eigenlijk of ik ook wel terugvallen heb gehad of zo, of twijfels? Ja. Nee, ik was echt behoorlijk resoluut. Echt wel van, het was mijn verjaardag, mijn 21ste verjaardag. En toen de taart stond in de koelkast, maar ik heb geen puntje ervan genomen. Geweldig. Dus ik heb ook soms echt wel, hoor ik wel eens van die mensen die zeggen, ja, ik vind het wel moeilijk. En ja, dan mag ik geen stukje taart meer. Dan denk ik, nee, wacht eens even. Dat is je doel, daar rij je naartoe. Ja. En dan, je mag best af en toe zo'n omweg nemen, maar vlak voordat je bij je doel bent. Want ik heb nu zoiets van, nou joh, geniet ook van het leven. Maar zorg nou eerst eens even dat je gewoon even die eerste 5 kilo afvalt. En dat je, als je dat dan een beetje strikt doet, hè, je moet niet gaan crashen, want dat is dan helemaal niet wat je wil. Maar ga gewoon in je gewone, normale kook- en eetpatroon dingen aanpassen. Dat je dat als basis hebt en dan is er altijd wel ruimte voor een stukje gebak. Of een chippy, of een likje mayonaise, weet je. Je hoeft je niet helemaal alles te ontzien. Nee, en jij hebt dat doorgevoerd ook, tuurlijk, tijdens jouw werk als chef-kok. Ja. Toen ging je ook nog eventjes denken, ik ga dat even met de wereld delen. Ja. Toch? Ja, dat klopt. Ja, dat was het eerste plan. Van, joh, ik wil dit delen. Ik was zelf die 30 kilo afgevallen. En het was eigenlijk in de tijd dat Sonja Bakker heel populair werd. Dat was net echt aan het begin van haar succes. Ik heb haar zelfs ook nog een tijdje geholpen met recepten voor haar boeken. En na een jaar dacht ik, ik wil dit zelf doen. Want ik heb een eigen boodschap, een eigen missie. En ik had zoveel plezier in het echt koken met pure ingrediënten. Ik dacht van, ja, ik ga gewoon zelf een kookboek uitbrengen. Ja. Dat was in 2008 was dat. Kijk, crisis was begonnen. Iedereen zat thuis en at gezond. Is dat een beetje hoe het ging? Goh, ja. Er zit een patroon in. Een patroontje, precies. Ja. Ja. Nou, het was bizar, want ik dacht van, nou, ik ga een hoge oplage laten maken. Joh, als je het niet durft, dan krijg je ook het succes niet. Dus ik had bij de drukker had ik gezegd, joh, doe mij 50.000 boeken. Met een harde kaft en een leeslint en allemaal helemaal mooi, helemaal chic, allemaal foto's erbij. Ik dacht, nou, als ik iets doe, doe ik het goed. En die drukker zei, klopt het wel? De meeste mensen laten 5.000 boeken drukken, max. Tegenwoordig helemaal is dat helemaal niet meer gewoon.
Maar binnen een paar weken waren die weg. Dus het was echt bizar. Ik wist niet wat me overkwam. Nee, dat snap ik. Dus ik was als kind zo blij. Ja, begrijp ik. Ja. Die mensen ook met een boek. Ja, dan word je gevoed met alle reacties van iedereen. Van wauw, Matthijs, dank je wel. En nog steeds hoor, ik krijg nog steeds de bijna dagelijks berichtjes van mensen. Die zeggen, joh, door jou ben ik anders gaan koken. Fantastisch. Of anders gaan kijken naar eten überhaupt. Fantastisch, want eigenlijk heb je daar iets gecreëerd. Dat is dat wat jij hebt gedaan voor jezelf, heb je mogelijk gemaakt voor anderen. Ja. Die kunnen jouw boek lezen, gaan de transformatie in kunnen gaan, toch? Ja. Om vervolgens kunnen zeggen, ik ben gezonder geworden. Want het koken heb je gezonder gemaakt in Nederland. Absoluut. Ja. Ja, ik geloof heel erg in dat je bent of dat je wordt wat je eet. Dus als jij allemaal rommel gaat eten, vaak als je veel stress hebt, dan ben je sneller geneigd om minder gezonde dingen te eten. Of net even voor het gemak iets te doen, een tijdsnood, dat soort dingen. Dan merk je gewoon dat direct aan je lichaam van oké, dit is niet het beste wat ik mijn lichaam kan geven. En op het moment dat je dat kan voelen, dat duurt even. Hè. Veel mensen denken altijd van als ik een week lang gezond eet, dan voel ik me direct 10 jaar jonger. Ja. Maar zo werkt het niet. Nee, zo werkt het niet. Is niet dat overgewicht en dat die lage energie is niet in 1 week ontstaan. Dus het gaat ook niet in 1 week weg. Precies, precies. Want het is een transitie. Hè? Ja. Een transitie. En jij schuwt de transitie dus niet. Nee. Die ga je aan. Ja. Ik vind dat heel, heel tekend voor jou. Het maakt je tot een uniek mens. Niet vervelend bedoeld naar wie dan ook, maar dit is iets waar natuurlijk ontzettend veel mensen tegenaan lopen. De stap maken naar een andere ik, een ander zijn. Jij hebt hem gemaakt. Je moet het echt willen ook, hè? Dat is wel heel belangrijk. Als de wens van niet diep genoeg van binnen zit. Als je twijfelt van ik vind het eigenlijk wel prima zo in mijn bierbuik en ik zit op de bank. Ja, weet je, als je niet beweegt, kom je ook niet vooruit. Dus je zal toch echt wel iets moeten veranderen om dat echt te realiseren. En te realiseren. Ja. En daarbij is voeding natuurlijk de basis, hè? Ja. Voor ieder mens geldt, voeding is de basis. Als je voeding niet goed is, dan word je per definitie ongezond. Ja. Het beetje lastige ervan is, als je voeding wel goed is, heb je geen garantie om gezond te worden. Nee. Dat weet ik natuurlijk vanuit mijn vak. Mm-hmm. En jij weet dat ook. Dat maakt natuurlijk dat het een spel is zonder garanties. Hè, de transitie is een spel zonder garanties. Ja. Je gaat hem dan wel aan, omdat jij de stap hebt genomen. Je hebt andere mensen meegenomen. Dat vind ik knap. Dat vind ik echt knap. Je hebt andere mensen weten daar te krijgen waar ze misschien al heel lang naartoe hebben gewild. Maar het lukte nog niet. En jij geeft die extra zet. Ja. Ik vind het overigens echt wonderbaarlijk dat je... Want jij schrijft een kookboek. Ja. Nummer 1. Kookboek nummer 1. En die gaat schoonschuin omhoog. Ja. Dat is wonderlijk. Ik bedoel, ik kijk naar je glimlach en voor mij heb je zo ook zitten kijken toen je dat zag gebeuren. Je dacht, wat gebeurt hier? Ja, het is het resultaat van hard werken. En dat heb ik altijd gedaan, doe ik nog steeds. Nu op een andere manier. Maar ik vond het heel mooi om mensen te kunnen inspireren. Gewoon eindelijk gewoon weer eens echt zelf te koken. Want mensen waren eigenlijk maar een beetje aan het oppiepen. Weet je wel, met allemaal liflafjes en zakjes en pakjes en dingetjes. En als je teruggaat naar de essentie van wat koken is, dan is het eigenlijk spelen met smaken. Dus als je verse ingrediënten haalt en je gaat daar zelf mee aan de slag, dus zelf snijden, zelf bereiden, op wat voor manier dan ook. En dan hoef je echt geen olijfolie te schuwen of wat dan ook, waar je iets lekker in bakt of in roostert of wat dan ook. Weet je wel, het gaat niet om het ene grammetje meer of minder. Nee, het gaat overal van oké, gebruik minder zout, ga werken met specerijen en kruiden. En dan wordt het eten zoveel lekkerder van. En als je het voor jezelf hebt gemaakt en je eet het op met voldoening, dan gebeurt er in het hoofdje ook wat. Ja. Want dan word je uiteindelijk ook vrolijker. Ja, dat klopt. Voeding is natuurlijk gewoon stofjes. Zo zie ik dat dan natuurlijk vanuit mijn vak. Ja. Die stofjes doen wat met je als mens. Mm-hmm. Onder andere, ze maken je of vrolijk of bij wijze van spreken depressief. Hè. Dat kan natuurlijk ook. Je kan naar de andere kant gaan. Dat zie je in de suikers natuurlijk heel vaak. Als mensen suikers gebruiken. Ja. Ik heb het hier natuurlijk ook wel eens over gehad met Richard. Richard Let kent ik ook. Zeker. Richard heeft ook een open voeding. Ik bedoel, heel veel. Kunnen we niet ontkennen. Als ik loop die. Als een wandelende encyclopedie. Die trouwens wel heel snel doorgebladerd wordt als je hem leest. En het mooie is... Daar zijn we al over uit. Een goede vriend van jou, Mike Pelacek bijvoorbeeld. Mindset is essentieel. Zeker. Noodzaak is er natuurlijk ook een. Ja. In welke mate was noodzaak voor jou hetgeen wat je echt nodig had om de transitie te maken? Of zeggen, nee hoor, zonder de noodzaak had ik het ook gekund. Ik denk dat noodzaak de hefboom is.
Ik denk dat ik hem echt nodig had. Als je niet tevreden bent over je spiegelbeeld of over je gedrag en je wordt daarop afgerekend misschien wel. Hè? De eerste oog zeggen mensen, jeetje, ze kijken toch naar je vorm of hoe je energie is die je uitstraalt. Je merkt, daar kunnen we wel de doekjes omheen winden, maar laten we maar gewoon noemen hoe het is. Mensen die pikken dat op. Dan krijg je een beetje die oude verhalen van vroeger. Hè? Dus nou, heb je een goed idee en kom je in je kloffie, dan nemen ze je niet serieus. Maar draag je dat pak, dan ineens nemen ze alles wat je zegt voor waar aan. Dat is natuurlijk eigenlijk met jezelf ook. Maar je wordt ook niet gelukkig van jezelf als je je spiegelbeeld en je eigen energie niet fijn vindt. En dus ik denk dat bij mij de noodzaak was, de hefboom. Van joh, ja, ik ben gewoon niet happy met mezelf, hoe ik eruit zie en hoe ik me voel. Ja. En ja, dat is bij mij echt omgedraaid. Ik ben van een verlegen jongetje, wat heel vaak huilde en zo, ben ik naar iemand gegaan die heel veel lacht en echt plezier heeft in het leven. Met veel energie. Zit dat hem, want het is een heel eerlijk verhaal, zit dat hem in het feit dat jij zelf de transitie hebt gemaakt? Combinatie met dat je anderen mee hebt kunnen nemen in hun transitie, aansporen tot. Zit het in het feit dat je het ook heel erg goed hebt, om het zo maar even te zeggen. Hè? Dat je een mooi leven hebt, waarin je het ook financieel heel goed doet, om het even zo maar te zeggen. Zit het in die zaak of zeg je nee. Het zit meer spiritueel, het zit meer in jouw spirituele zijn, in je energetische zijn. Waar ligt dat voor jou, voor je gevoel of in welke combinatie? Ik denk dat het echt een combinatie is, ja. Kijk, laten we wel wezen, geluk, gezondheid, maar ook financiële gezondheid is wel een mooie drie-eenheid. Hè. Kijk, als je financiële zorg hebt, ik heb ze ook gehad, hè, dus ik weet waar ik het over heb. Als dat niet helemaal lekker loopt, slaap je toch niet zo lekker, hoor, 's nachts. Dus uiteindelijk gaat het om die balans, weet je. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat je aan je voeding werkt, je leefstijl, hè, van hoe sta je op je dag, hoe ga je naar bed, wat doe je, hè, doe je wel iets aan beweging of niet. En uiteindelijk die mindset van oké, hoe kijk je naar de dingen aan en hoe verwerk jij de dingen in je hoofd, zodat het een plekje krijgt en uiteindelijk wordt omgezet in actie. Ja. Dus die drie dingen, dat zijn toch eigenlijk wel de laatste 10 jaar de dingen waar ik op zit, hè. Voeding, leefstijl, mindset, omdat dat zo aan elkaar verbonden is. Ja. Zonder elkaar kan het eigenlijk niet. Nee. Het kan ook niet zo zijn dat je financieel heel slecht zit en dat het in je hoofd heel goed met je gaat. Het kan niet. Al die drie elementen hebben elkaar nodig. En daarom is het ook belangrijk dat je dat langzaam treetje voor treetje opbouwt eigenlijk. Want anders kom je uit balans. Dan kom je uit balans. En het is interessant, want wat veel mensen misschien niet weten nog, is dat jij natuurlijk ook iemand bent die heel veel ondernemers daarbij helpt om die balans te vinden. Om lifestyle, mindset, maar ook een stukje voeding. Hè? Natuurlijk je stoffelijke zijn, want dat is eigenlijk wat het is, voeding. Ja. Om daar balans in te krijgen, zodat ze toch kunnen doorgroeien naar datgene waar hun willen zijn. Ja. Toch? Kijk, ik weet, je zou naar Bali gaan. Ja. Ja, dat is Je hebt nog een mooi shirt. Ja. Met een nagedachte zo. Dat is niet helemaal zo gelopen volgens mij. Nee. Toch? Bali werd het niet. Nee, een week nadat COVID in Nederland kwam, zouden wij vertrekken. Maar ja, toen waren de luchthavens dicht overal. En stonden we letterlijk op straat. We hadden namelijk het huis verkocht. Dat we hadden een hartstikke mooi herenhuis. We hadden echt zoiets van... Wat nu? Ja, wat nu eigenlijk. Ja. Dus dat was echt wel even puzzelen. Ja. Maar ook dan gaat het er weer om dat je kijkt van oké, waar word je gelukkig van? Ja. En wat wil je wel, maar ook zeker wat wil je niet? Ja. Dus ja, het leven kan soms anders lopen dan dat je dat bedenkt. Dat is duidelijk. Ja. Maar eigenlijk, vanuit de positieve instelling die je hebt, loopt het nooit slecht af. Laten we zo maar zeggen. Nee. Toch? Dat is zo, hè? Ja, vindingrijkheid. Ja, vindingrijkheid. En dat zie je ook in gerechten trouwens. Want ik heb het natuurlijk even bestudeerd en bekeken er net allemaal. Dan dacht ik, ja, het is toch ook wel kunstig. En vervolgens zie je ook dat jij iemand bent die, dan wordt het niet Bali. Maar dan moet het ergens anders worden. Ja. Je moet ergens wonen. Ja. Ook in jouw carrière als chef-kok. En ook als, zeg maar, tv-kok en schrijver van kookboeken. Heb je ook een wending aangebracht, hè? Ja, dat is mooi dat je zegt, want ik was begonnen met een boek. Toen kwam eigenlijk
Geheel onverwacht kwam er televisie bij. Eigenlijk binnen een week had ik productieteam van RTL aan de lijn. En ik kreeg 2 programma's over de schutting gegooid. Ja. Toen dacht ik, oh wat leuk, kan ik dit wel, vroeg ik ook. En toen zeiden ze, ja hoor, ga maar gewoon. Okay. Nou, dus ik heb dat allemaal gedaan. Nou, aan het begin is het hartstikke leuk. Maar op een gegeven moment merk je toch wel van, ja, die mediawereld. Het is toch een beetje, is niet helemaal mijn ding als ik het netjes zeg. Altijd een beetje oppassen wat ik zeg. Maar ik dacht van, ja, nee, ik wil dit veranderen. Dus van kookboeken, televisie, ben ik het meer zelf gaan doen. Ik heb veel meer online gedaan op een gegeven moment. Heb ik mijn kookboeken ook uit de winkels gehaald en ben ik die online gaan aanbieden. En ook online workshops en zo. En eigenlijk het laatste jaar heb ik ook dat weer veranderd, want ik heb me nu meer op ondernemers gericht. Met alle respect, hè, dat is gewoon wel een zakelijk iets, een zakelijke keuze. Ik was met consumenten zo ontzettend lang en veel bezig. Ik heb heel veel consumenten mogen hebben. Hè. Ik heb honderden duizenden boeken verkocht en heel veel mensen online geholpen. Daar kreeg ik heel veel voldoening van, maar het is heel hard werken. En je moet ook heel erg hard werken om die consument bereid te krijgen om voor je product te betalen. Dus dan had ik een online cursus had ik gelanceerd. Heel veel in geïnvesteerd, hè, weet je wel. Nou, lampen, camera's en alles. Heel veel tijd, een heel team om je heen. Dan is het helemaal perfect. De kosten gaan natuurlijk als ondernemer altijd voor de baten uit. En ik ben al 20 jaar ondernemer, dus ik weet een beetje hoe het werkt. Maar ik merkte bij consumenten heel erg dat toch wel van, ja, er is zoveel gratis te vinden. En dat er altijd wel een excuus was om iets dan niet te doen. En ik gaf altijd veel meer dan dat ik vroeg. Dus op een gegeven moment dacht ik van, joh, weet je wat ik ga doen? Ik ga meer 1-op-1 werken. Dan kan ik meer investeren in tijd in 1 persoon, in dit geval ondernemer. Die ondernemer die heeft ook een bedrijf met allemaal mensen die daar uiteindelijk ook wat van gaan merken. Ja, want die leidt dat bedrijf uiteindelijk veel beter, wordt creatiever, energieker. Dus het is uiteindelijk toch die hoe heet zo'n werking, dat het een beetje, ja, zo'n wisselwerking, dat het uiteindelijk toch een grotere vlek wordt. Dus joh, ik ga wat meer 1-op-1 ondernemers begeleiden. Wat niet wil zeggen dat consumenten nu niet meer bij mij terecht kunnen, want ik heb daar allemaal online nog wel dingen voor. Maar mijn focus ligt nu meer op ondernemers. Ja, want er is meer in het leven dan alleen maar werken. Ik heb heel hard gewerkt, heel veel jaren. Ik heb toch wel gemerkt van, ja, oké, leef je nou om te werken of is het andersom? Ja, het is natuurlijk een beetje andersom, hè? Nou, Ja, precies. En dat is ook helemaal eerst. Kijk, werk is geen vies woord, voor jou ook niet. Zeker niet. Alleen het is natuurlijk, het gaat erover, wat breng je aan de wereld? Naast het feit dat jij natuurlijk heel veel brengt over voeding, over wat dat voor mensen kan betekenen, wat dat voor hun kan doen, ja, breng jij ook nog eens wat door gewoon de mens en de persoonlijkheid, hè, de fijne mens die je bent, in jouw directe omgeving. Als jij er iedere keer met wallen onder je ogen zit, omdat je toch weer, toch, dat is niet wenselijk. En dan mis je eigenlijk, dan ben je ook niet in balans, dan mis je eigen essentie. Ja. Dat is niet goed. Nee, want je kan inderdaad wel prediken van, joh, zorg goed voor jezelf en zo. Maar dan komt toch die balans weer kijken. Er waren avonden dat ik tot 11, 12 uur 's nachts aan het werk was. En toen dacht ik, ja, maar wacht eens even, dit is eigenlijk niet wat ik bedoel. En niet wat jij predikt. Nee. Dus je moet het zelf ook in balans brengen nu. Ja. Heb je dat gedaan nu voor jezelf? Ben je daar nu? Zeker, ja. Ik zeg wel eens gekscherend tegen mijn vrienden van, joh, ik ben van een 60-uurige werkweek naar een 20-uurige werkweek gegaan. En ik zou dat zo van harte iedereen gunnen. Het is vaak met ondernemers ook onderling, maar ook richting consumenten, dat ze niet durven te vragen wat ze eigenlijk mogen vragen. Dus een soort van bescheidenheid van, ja, maar mijn concurrent doet het veel minder. Of ja, als ik meer vraag, komen ze niet. En op een gegeven moment dacht ik van, joh, Matthijs, je mag dat loslaten. Want uiteindelijk, als je jezelf bent en je straalt uit wie je bent, dan komen de juiste mensen vanzelf op je pad. Ja. En dat is even uitzoeken natuurlijk. Ja, natuurlijk, dat is niet van de een op de andere dag. Nee. Maar het is een journey en ik geniet er nog steeds iedere dag van. Ja. Dat is mooi, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja, het klopt helemaal wat je zegt. Wij kennen dat bij ons natuurlijk ook. Wij zijn niet de goedkoopste, om zo maar te zeggen. Nee. Wij zeggen zelf wel de beste. Okay. dat is een ander verhaal. Maar het klopt wat je zegt. Je vindt altijd aansluiting met de mensen die bij je passen. En die mensen, zolang jij gewoon blijft doen waar jij in je core goed in bent, dan is dat het ook waard. En dan krijg je hele fijne mensen om je heen, hele mooie mensen om je heen. Hè? Zowel vanuit een zakelijk perspectief als vanuit een privé perspectief. Ja, zeker. En dan kom je zelf in balans. Absoluut. Ja, kijk,
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar je moet altijd kijken naar wat iets je oplevert. Ja. En niet naar wat het je kost. Hè. Dus als ik bij jou mijn pinpas bij het apparaat hou, dan kijk ik vooral naar wat me oplevert. Want als ik bij jou ben geweest, dan zit ik weer helemaal goed. Weet je wel? Dan ben ik weer helemaal fris en herboren. En dan denk ik, ja, eigenlijk zou dit veel meer waard zijn. Denk ik dan. Dan loop ik weg. Dan denk ik, ja, eigenlijk een kopie. De volgende keer regel ik speciaal voor jou dat het anders wordt. Maar neem niet weg. Ik kan dit alleen maar ondersteunen, dit verhaal. Dat begrijp je. Maar dat bedoel ik, hè. Het is altijd leuk. Het is altijd grappig. Het is natuurlijk een fantastische kerel. Met een unique skill. Die hij gelukkig heeft gedeeld met alle mensen die daarvoor open stonden. En ik hoor ook van patiënten van mij, hè. Het is grappig. Jij weet, ik heb natuurlijk ook met Healthy Life, met Michael gedaan, met Richard. Ja. En die zegt, ja, Ries, die weet ontzettend veel van voeding. Maar ik hoor ook dingen als, ik ben in voeding geïnteresseerd geraakt omdat ik Matthijs ben gaan volgen. Dat is interessant, hè? Ja. En dat doe ik niks af aan Richard. Want Richard is echt vakman puur zang. Ja, daar is zeker. Niks op te zeggen. Dat is, vraag hem iets en hij weet het altijd. Ja, hij weet het altijd. Ja, ja, ja. En ook als hij het niet weet, dan weet hij het. Anyway, dat maakt niet uit. Ja, dat is echt geweldig. Ik heb daar heel veel respect en bewondering voor. Maar als je kijkt naar wat jij hebt betekend, en dat is best interessant, en dan moet je maar zeggen of ik dat goed concludeer. Vanuit jouw struggle, in jouw reis, ja, heb jij dat iets kunnen betekenen voor andere mensen in hun struggle, in hun reis. Toch? Ja, dat klopt, hè? Omdat ik denk dat het voor die mensen herkenbaar is en was. En het mooie is dat die mensen blijven voor eeuwig dankbaar. Hè? Dus ja. ik sta nog steeds in connectie met die mensen via social media. Heel mooi medium wat dat betreft. Want je krijgt het heel vaak terug van mensen. Jeetje, Matthijs. Ik wil je nog eens een keer bedanken. Want ik ben eindelijk gewoon lekker vers gaan koken. Het heeft me zoveel goeds gebracht. Ik heb nieuwe baan, nieuwe man. Nou, noem maar op. Mm-hmm. Nee, maar sommige dingen veranderen rigoureus. Absoluut. En nou, absoluut. Als nodig is het nodig. Ja. Maar dat is heel mooi. En sommige mensen vinden dat eng. Hè, zo'n proces. Mm-hmm. Maar ik ben het nooit uit de weg gegaan, omdat het gewoon zo belangrijk is, omdat je, ja, je wil gewoon echt je eigen leven leven en niet dat van anderen. En dat valt me gewoon heel erg bij heel veel mensen op, dat ze toch een beetje kijken naar wat andere mensen verwachten van hun leven of wat andere mensen vinden. Oh, ik vind dat jij daar naartoe gaat of dat jij dat betaalt of dat jij dit doet, weet je. En mensen zijn heel erg altijd aan het kijken wat hun omgeving ervan vindt. En dan denk ik, joh, wat vind je nou eigenlijk zelf? Ja. Weet je, dat is echt mindset. En gewoon, ja, ja, misschien wel spiritueel. Gewoon dat je kijkt gewoon van, oké, hoe voel ik me nou? Wat heb ik nodig? En welke mensen wil ik om me heen hebben? Ja. Heel belangrijk. Ja, heel ik zeg belangrijk. Altijd van, joh, probeer wat mensen die waarvan je denkt van, nou, dat is niet zo heel erg fijn. Het is eigenlijk met eten. Ja? De dingen die ongezond voor je zijn, die koop je niet meer in. Nee. Dus zorg dat het niet meer in je koelkast terechtkomt. Maar dat geldt ook voor je vrienden, weet je. Met wie ga je om? En wat doen die mensen met jou? En ja, dat zijn soms harde keuzes. Ik krijg regelmatig in mijn inbox daar vragen over. Joh, ja, maar moet ik dan echt zo hard afscheid nemen? Ik zeg, nee, hoeft niet hard. Mag ook zacht. Ja. Ja, nee, maar ja, uiteindelijk gaat het om jouw eigen geluk. En dat heeft niks met egoïsme te maken. Helemaal niets. Nee, maar niks. Heel veel mensen denken dat vaak. Maar dat is, het is, weet je wel, onder egoïsme, dat is een beetje een negatief woord geworden. Maar egoïsme is eigenlijk gewoon dat je je eigen leven centraal stelt. En dat kun je ook positief uitleggen. Ja, absoluut, absoluut. Ik denk ook dat het daar eigenlijk allemaal wel een beetje om gaat. Want als jij jezelf helpt, kun je anderen helpen. Jij hebt eerst jezelf geholpen. Ja. En kon vervolgens anderen helpen. Ja. En je kan niet een ander helpen als je zelf. Nee, maar als jij nog 120 kilo was geweest. Ja. En je had een boek geschreven en gezegd, joh, zo word je gezond. dat is dat dan voor verhaal? Dat ja. Gelooft helemaal niemand. Ja. Toch? Nee. Je moet wel leven wat je predikt. En ja, als jij dat niet bent, gaat het niet gebeuren. Nee. Overigens, ik wil niet zeggen dat ik de gezondste man van Nederland ben. Dat zeg ik niet. Maar, maar ik ben wel gezond. Het gaat om een balans. Juist. En daar zit balans in. Ik ben daar goed, ik ben daar goed. Dat heb ik allemaal voor mezelf geregeld. Dat heb je ook. En dat geeft een levenskwaliteit die is onbetaalbaar. Ja. Die is onbetaalbaar. Ja. En daarmee straal je uit naar anderen dat het ook mogelijk is. Ja. En wij helpen ze dan actief ook om het mogelijk te maken. Dit was Matthijs Vries. Het is hem nog steeds. Het is een geweldige vent. Hij kan verschrikkelijk goed koken. En je hebt echt lol en plezier. Matthijs in balans, dat zie je aan alles. En Matthijs, als mensen, als ondernemers zijn die denken, joh, ik mag wat meer balans in mijn leven hebben. Hoe kunnen ze met jou in contact komen? Wat kunnen ze doen om aan deze reis te beginnen?
via mijn website, matthijsvriezen.nl. En daar staat eigenlijk al informatie op. Ja, fantastisch. En het draait uiteindelijk gewoon omdat je goed zorgt voor jezelf. Dat is gewoon het allerbelangrijkste. Ja, ja. We gaan het mogelijk maken dat jullie contact kunnen opnemen met Matthijs. Kunnen beginnen aan jullie reis. En ik wil iedereen voor nu bedanken voor deze tijd. Deze fantastische man hier zo. Super gave vent. Was erbij, is erbij, heeft het laten zien. Dank jullie wel voor je tijd. Tot de volgende keer. Jij bedankt, Duco. Geweldig. Heel graag gedaan, joh.